Thank you.
dames en heren. U krijgt straks al deze solisten nogmaals te horen, waarschijnlijk meer dan u lief is. Wij nemen nu even een kleine pauze. En wij suggereren wat u er zelf doet. It's the way that you do it. It's the way that you do it. That's fine.
the way that you do it. It's what you do. It's the way that you do it. It's what you do. It's the way that you do it. That fuck and result. It's what you do. It's the way that you do it. It's what you do. It's the way that you do it. It's what you do. Thank you.
Als het top is, mag ik het barpersoneel vragen om nog even wat drank te bezorgen op het podium, alsjeblieft. 8 bier en 2 fris, alsjeblieft. 2 fris. Maakt niet uit wat. Water, gewoon maar. Looking at my window, while sweethearts hand in hand go laughing by my window. It seems just like they're passing every view before my eyes. And when they pass, they make me feel so blue. Yes, 2 by 2, they go marching through. That sweet house on parade. Oh, can't help crying when they're passing by. That sweet house on parade. I'd love to join that fun, but they bar me. Takes more than one to join that army. Oh, how I pine just to fall in line with that sweet heart on parade. Sweet Monica, take a chance.
with me, 'cause I ain't so bad. Oh, sing sweet love songs, honey, all of the time. And if you come and be my baby of mine, ooh, 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 yes. I ain't got no body, 'cause there's nobody that cares for me.
Wat is dat eenzaam, zo alleen in het dorp. Als ik het bestuur moet geloven, dan was u er bijna door de vloer heen gezakt. Om nu te zorgen dat dat inderdaad gewoon niet meer gebeurt, want het bestuur wil het niet hebben. Ja, en we zitten hier uiteindelijk voor het bestuur te spelen, die al deze prachtige avond voor u georganiseerd heeft. Spelen wij nu in ieder geval een ondansbaar tempo. En verder kan ik u mededelen dat elk volgend dansplein dat de vloer gaat betreden, onmiddellijk gerooieerd zal worden als lid van de Zoetermeerse Jackpot. U wordt een paar jaar in Zoetermeer als u het nog een keer probeert. U moet het verder zelf weten. Wij zijn degene, dat is de macht die je op dit podium hebt, dames en heren. Op zo'n avond ben je de enige die wat mag zeggen. Leven in individu! Wij spelen voor u een oud nummer van Fletcher Henderson. Het is weer dubbelzinnig en daar kunt u het dan gezellig aan uw tafeltje over hebben. Het is getiteld The Stampede. Zullen we even dansen? Thank you.
lachen wordt. Op zich is het een plezier, maar je begint dan toch op een gegeven moment wel een beetje aan vrouwen te denken. Daarom hebben wij er een nummer over geschreven. Dat is opgedragen aan alle dames hier in dit gezelschap. En u mag de tekst daarvan, u mag u zich persoonlijk aantrekken. Het nummer is getiteld Kansas City Kitty. Thank you.
zich, jongens. Matthijs Willering had afgemaakt. En Frank Wouters. Maar we zijn er nog niet. Het is 12:15. Dus we hebben nog ruimte voor ongeveer 20 nummers voor vanavond moeten, dames en heren. Tussen nu en 1 uur gaan we 20 nummers voor u spelen. Hoe precies weet ik nog niet. En welke gaan we nu overleg over voeren? We hebben nog een leuk nummertje voor u. Pour la pluie.
Dat, dames en heren, was het Leids. Bovendien hadden wij een klein beetje op gerekend en hebben wij het leukste nummer op bewaard. Dat is niet wat u op de achtergrond hoort. Dat is ook wel een leuk nummer, maar dat spelen we alleen in winkelcentra en op huwelijken, als het gedanst mag worden. Maar wij spelen een laatste nummer voor u dat u allemaal kent. En als u het niet kent, dan zal het u heel bekend voorkomen. En het is tevens ons afscheidsnummer. Ik moet zeggen dat we hier bijzonder plezierig gespeeld hebben. We hopen dat we hier nog een keertje mogen terugkomen. En als u het straks niet al te bonk maakt nadat we van het podium verdwenen zijn, mag u hier waarschijnlijk ook nog wel een keertje terugkomen. Maar dat hangt helemaal van het, dat hangt helemaal van het publiek af. Van het bestuur af. Zoals gezegd, we hebben hier bijzonder plezier gespeeld. En we hopen dat u het ook leuk heeft gevonden. Want als u het maar dubbel zo leuk heeft gevonden als wij het hebben gehad, dan is het niet half zo leuk geweest als wij wel denken dat het zou kunnen hebben zijn. Het laatste nummer van het Leidse Justice als we gaan zien. Dank u wel. Zit Carré weer vol, eigenlijk zit Carré nu al vol, te wachten op ons. Maar we maken er een eer in om altijd net iets te laat te komen, maar dan niet zo laat dat de mensen het erg gaan vinden. En meestal is het toch zo dat als we het eerste nummer gespeeld hebben, het niet zo'n bezig erg wordt gewoon. Maar voordat wij naar Carré vertrekken, wil ik toch nog graag even de leden van het Leids Studenten Jazzgezelschap aan u voorstellen. Eén voor één. En ik begin met een heel belangrijk man die een bijzonder verantwoordelijke taak had vanavond. Hij zit namelijk niet vast in het orkest,
in ieder geval niet voor vanavond. Hij was invaller in het Quest tot voor vanavond. Maar ik wil nu graag dat u verwelkomt het nieuwe lid, of anders wel erelid van het LSJG op trompet, Bram Strelitz. Dan gaan wij onmiddellijk over naar een heel ander iemand. Iemand die er vanaf het begin al bij was. Hoe die erbij gekomen is, is een groot raadsel. Hoe die er al 4,5 jaar bij blijft, is een nog veel groter raadsel, dames en heren. Maar het grootste raadsel is, hoe kan hij zo'n intensief leven leiden en toch zo prachtig trompet en cornet blijven spelen? Frank Wouters! Uit Zoetermeer, by the way. Dan ga ik nu, had ik eigenlijk mee moeten beginnen, naar de belangrijkste mensen uit het orkest. Dat was in de ritmesectie. We hebben toen dit orkest begonnen en wij uiteindelijk na heel lang zo'n 10 man bij elkaar hadden, hebben we gezegd welke mensen uit het orkest zijn het mooiste, die mogen vooraan zitten. En de mensen die er nou eenmaal niet zo goed uitzien, daar kun je niks aan doen. Die gaan achterin zitten, maar die zijn ondertussen wel de allerbelangrijkste uit het orkest, dames en heren. Laten we dat niet vergeten. Ze zijn niet mooi, maar wel heel goed. En niet alleen de muziek mag ik er aan toe horen. Daarom stel ik als eerste aan u voor, niet mooi, wel goed, Hans Olthoff. Ook niet al te mooi, wel bijzonder charmant en een fantastisch muzikant, dames en heren. Matthijs Vuring op de banjo. Er is iemand in het orkest die al 4,5 jaar lang frustratie op zijn schouders heeft. Hij heeft een heel groot instrument, hij heeft er zelfs diverse. En dat betekent dat zodra hij klaar is met het inpakken van al zijn koffers, de mannen van de frontlinie er al onmiddellijk vandoor zijn met alle mooie vrouwen die er die avond in de zaal gestaan hebben. Zorgt er nu dat dat vanavond in ieder geval niet gebeurt met Henk Roberts. En dat iemand voor wie wat ik net gezegd heb niet opgaat, dames en heren. Niet alleen is hij mooi, ook heel groot, net als zijn instrument. En dat geldt voor alle onderdelen van hem. Frans Bouwmeester. En dan gaan wij naar de saxen. Helemaal links, dames en heren, zit iemand die niet alleen sax speelt, maar die we om terug te gaan noemen we de man die alle instrumenten bespeelt. We hebben ooit nog eens een keer een act gehad met het orkest. Jammer dat er niet genoeg ruimte is op het podium. Dus speelde die achterin volgens trompet, trombone, altsax, tenorsax, baritonsax, blokfluit, piano, drums. Hij speelde na een stukje bas, wat overigens helemaal niet klonk. Klonk nergens naar. Hij speelt het allemaal wel. Hij zingt ook Jan Wouter Alt. Van iemand die u waarschijnlijk al kent. Het is zo'n jongen waarvan de moeders vroeger zeiden, kind, als hij op dansles komt, dan laat ik je het onmiddellijk van afhalen. Maar het is wel een bijzonder aardig jongen. Brutaal, dat wel, maar ook verlegen. Extrovert, dat wel, maar met een hartje van goud. En een fantastisch muzikant, Bernard Berghout. Dan iemand die links naast mij zit, dames en heren, dus ik ken hem uitstekend. Hij heeft zich niet alleen met jazz bezig gehouden, maar hij is ook een uitstekend klassiek muzikant. Hij heeft ooit nog een keer met de grote violist Judy Mayuin samengespeeld. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat alle klassieke optredens die hij gedaan heeft, zijn samen geweest met Judy Mayuin. Hij is daarna nog wel eens gevraagd om in een klassiek orkest in te vallen. Dan belde hij Judy en zei hij van, Judy, zullen we het doen? Nee, zei Judy, laat het bij die ene keer houden. Gelukkig heeft hij dat in het LSJG niet gedaan. Jeel in mijn Ewing is er niet, maar Pieter Andringa is er wel. En hoe? Goed, ik kijk naar iedereen uit het orkest, behalve de leider van het geheel. Hij strijkt ook onze overhemden, dat is ook te merken. De ideale schoonzoon. Hij kan zeer goed met zijn schoonouders opschieten. Hij is alleen niet getrouwd. Zijn schoonouders konden helaas geen kinderen krijgen. Een hard applaus voor Adriaan Perk. Dank u wel, dank u wel. Ik had al gezegd dat we hier bijzonder fijn gespeeld hebben.
En dat was geen grapje. We hebben vanavond eigenlijk alleen maar grappen gemaakt. De ene grap wat vervelender dan de andere. Het was allemaal niet zo gemeend. Op een paar dingen na die wel erg gemeend waren. Maar goed, doet het niet toe. U heeft u toch alleen laten met de wetenschap dat u voor ons een bijzonder fijn publiek was. En misschien kan ik daar de woorden van gebruiken van een heel groot oud jazzmuzikant en een grote inspirator van het orkest, Duke Ellington. Die zei ooit: "Thank you for tonight. You've been a wonderful audience. And all the boys in the band do want you to know that we love you madly." Dank u wel. Tot ziens. Thank you.